denk dat een F&B professional wat dat betreft eigenlijk van heel veel markten thuis moet zijn. En dat het een hele veelzijdige job is. Dus je moet niet alleen zelf een sterke persoonlijkheid zijn. Je moet ook mensen kunnen aansturen. Je moet verandering kunnen bewerkstelligen. Maar ook weer niet te snel. Je moet je team meekrijgen. Je moet op de financiën letten. Dat is een hele hoop waar wij vandaag ook allemaal op moeten letten. Maar je kijkt toch wel naar zo'n totaalplaatje. Ik hou erg van sturen, van coachen. Dus op het moment als ik het zie voordat het gaat glijden, of ik trek het helemaal recht, dan komen mensen alle bij elkaar in de pentje. Dan gaat deze meneer even à la voetbalcoach. Nou, zo kun je het besparen. En dan gaan we kijken of we gaan changen. Dit, die naartoe, wisselen. De opstelling gewoon alle minuten wisselen. Of gewoon puur iemand, als je merkt dat iemand niet er lekker in zit, blijven coachen. Je bent erbij, half uur, komen nog 5 tafels binnen. Dit doorzet, dit tempo. Mijn naam is Naomi, ik ben de Operations Manager Food & Beverage hier bij Château Sint-Gerland. Sinds 2018 ben ik weer terug in Nederland. Ben ik heel even iets anders gaan doen. Ik ben toen de supermarktwereld ingegaan. Ik heb mezelf heel lang voorgehouden dat de supermarkt toch ook wel een beetje F&B is. Ik bedoel, we verkopen ook eten en drinken. En de wijnafdeling, dat was altijd mijn pakkie aan. Als we het hebben over efficiënt werken en kwaliteitbewaking, wat hier natuurlijk super belangrijk is. Want gasten komen hier natuurlijk met echt de sky is the limit en alle verwachtingen zijn torenhoog. En eigenlijk is het makkelijker om niet aan de verwachting te voldoen dan de verwachting te overtreffen. Dus we hebben die sales matrix eigenlijk vereenvoudigd, zodat het heel duidelijk was wat we het beste kunnen doen op welke locatie. En we hebben die ook zo ingezet en ik kreeg terug als feedback dat het voor reservation en sales super duidelijk was. Ze wisten veel beter wat ze konden verkopen en onze gast krijgen, wij staan achter een bepaalde kwaliteit en onze gast maakt dat ook. De vraag is, zou iemand uit Amsterdam hier kunnen werken? De grote vraag is, zou iemand uit Limburg in Amsterdam kunnen werken? Vanuit Rutte is dat natuurlijk een hele belangrijke bepaalde waarde in ons bedrijf. Dus we willen duurzaamheid uitstralen. We hebben ook heel hard uitgesproken dat we klimaatneutraal willen zijn in 2030. Dus dat is best wel een uitdaging. We zijn de eerste cateraar ter wereld die dat gaan doen. Maar daar gaan we liggen wel op schema. Belangrijk dat de F&B-manager van nu zijn personeel op nummer 1 zet. Want ik denk als jij je personeel echt laat shinen, dan gaat de gast ook een topavond tegemoet. En dat is uiteindelijk waar de branche het voor doet. Ik denk dat het belangrijk is voor een goede F&B-professional om ondernemerschap te tonen. Dus ik heb dan vandaag ook extra gelet op hoe dat tot uiting kwam bij de verschillende kandidaten. Dat ze niet zomaar willekeurig of klakkeloos het beleid uitvoeren wat door een directie of eigenaar wordt opgelegd, maar dat ze zelf tonen ondernemerschap te durven uitvoeren binnen hun organisatie. Hoe kom je binnen? Hoe word je ontvangen? Zo gaan ze je de hele dag gaan ze je meenemen natuurlijk. Dus je kijkt heel erg naar hoe ze jou als jullie dit behandelen. Hoe behandelen ze zo hun gasten ook? Het is toch allemaal even bier gastvrijheid.
Daar heb ik heel erg op gelet. Ook op de manier waarop ze naar hun bedrijf kijken. Hè. Zijn ze ambassadeur van hun bedrijf? Maar ook de economische kant, commerciële kant. Verkopen ze de tent goed? Hoe zijn de cijfers? Dat zijn de zaken waar ik een beetje op gelet. En dat was moeilijk, moeilijk, moeilijk. En Marco, zeg eens wat. Ja, kijk, het gaat eigenlijk al de hele dag over voetbal. Vanmorgen in 020 bij Lendl begonnen voetbal. We hadden over opstellingen, over het team, over wisselen. Nou, nu zijn we hier in Eindhoven de Gekste. Voetbal, over het team, over overgang, over van Menzon naar Hutten, ook teamsport. En vanmiddag waren we in het diepe zuiden bij Château Sint-Gerlach. Dat is ook voetbal, want daar moet je ja, eigenlijk over verschillende teams spelen. Dus die Naomi hadden teams op al die locaties. Dus ja, het is dan wel de AFM Professional of the Year, maar het ging wel heel veel over voetbal.